het is herfst en ik ben er weer helemaal klaar voor. En mijn haren zijn stijl en we gaan naar de herfstmarkt in een dorpje in de buurt. Yay! En het gaat regenen. En het gaat keihard regenen vandaag. Dus we hebben een hele grote paraplu mee die we hadden gekocht voor de trouwdag. Op de trouwdag hadden we hem niet nodig. Maar vandaag denk ik wel. Dus we gaan het zien. En straks weer krullies. Ja, dat denk ik wel door de regen. Maar ik ga heel erg mijn best doen om mijn haar te beschermen. Want stijlhaar is ook wel eens leuk voor de verandering. Want je bent eigenlijk altijd diegene met krullen. Als mensen me omschrijven is het ja, die ene met die krullen. Dat is eigenlijk heel lullig, want je zegt nooit ja, die ene met stijlhaar, weet je wel? Dat zegt niemand. Dus nu ben ik onbeschrijfbaar. Nope, we gaan het niet droog houden. Zo, we zijn nu in het dorp. Ik en Hubby. Hier is Hubby. Haha, je zag hem lekker niet. We gaan naar de herfstfair. En ik heb gewoon heel erg veel zin in de herfst. En het is herfst. Maar ik bedoel, ik heb heel veel zin in... gewoon hierin. Kijk, kijk, hier is de poster. Wat? Ja, kijk. Al chocolaatjes en theetjes. Ik wil alles hebben. Op zo'n herfstmarktje vind je van alles. Zo ook de dierenambulance. Maar moet je kijken wat er staat naast de dierenambulance. Hier, dierenambulance. Er staat gewoon kip te verkopen. Die heb ik. Alleen die van mij komt uit, waar waren we toe? Spanje? En ik weet het al. Die. Of die. Of die. Maar misschien ook die. Christmas. Oh nee. Nog niet. En dan ga je superleuk samen shoppen voor allemaal herfstdingetjes. Maar we hebben eigenlijk niet echt iets leuks gevonden. Alhoewel, we hebben wel iets leuks gevonden. Het is niet voor onszelf en het heeft ook niks te maken met de herfst. Maar dat maakt niet uit. Ik zal het heel veel laten zien wat we hebben gekocht. Dus voor mijn schoonouders en met name voor mijn schoonvader. Die is gek op koeien. Voor buiten in de tuin. Kijk nou hoe cute. Cute, snap je?